Ja, het is een heel mooi team. En hele mooie vrijwilligers. Die hadden we van tevoren allemaal geregeld, allemaal gevraagd. Die hebben eigenlijk ook allemaal een specifieke taak. Dat ik gewoon van tevoren al wist dat alles onder controle was. We organiseren een middag voor kinderen met een beperking. En dit is vandaag ons 10e jaar en ja, we gaan gewoon een heel groot feest maken. Omdat dit jaar extreem veel kinderen komen, hadden we zoiets, als we heel veel vrijwilligers hebben, hebben wij echt tijd voor de kinderen. Maar iedereen draagt het natuurlijk een heel groot hart toe. Als je uitlegt wat je doet, voor wat voor soort kinderen, dan is iedereen bereid om mee te helpen. Dan is het zeldzaam dat je een nee krijgt. Nou, het zijn kinderen dus met een lichamelijke of een verstandelijke beperking. En die vallen eigenlijk altijd buiten de boot. En dit is echt specifiek gericht op die kinderen. Om die kinderen een hele geweldige middag te verzorgen. Mijn zoon werd uitgenodigd en zodoende zijn we er eigenlijk ingerold. Mijn zoon heeft reuma en daar had hij toen de tijd heel erg veel last van. Nu niet meer, nu heeft hij nergens gelukkig meer last van. Dus hij vond het ook niet meer nodig om hierbij aanwezig te zijn. Hij vond het echt dat het voor andere kinderen was, omdat hij zelf nu zo goed is. Nu ga ik zo genieten. Nu ga ik nog even kijken dat de confetti uitgedeeld wordt. Ik ga nog één moeder welkom eten en dan ga ik heerlijk genieten.